vandaag bij Shapeway in Amsterdam. Ik ben hier vandaag met Tanimara. Tanimara die volgt haar 12 weken plan via mij. En daarom gaan we vandaag een training doen die in haar 12 weken plan past in de eerste week. Deze training kun jij dus ook gaan volgen. Het is een sportschool workout voor de benen en de billen vooral. Want dit zijn de spiergroepen die ik eigenlijk het meest train, omdat die het efficiëntste zijn. Veel succes, doe je mee? Als je lid bent geworden van een sportschool, vergeet dan niet van de mogelijkheid gebruik te maken om een eerste meting te laten maken. En doe dit dan voordat je gaat beginnen met trainen. Om even los te komen doen we een korte warming-up van 5 tot 10 minuten. We gaan beginnen met een walking lunge. Je neemt een hele grote stap naar voren. Hoe groter de stap, hoe beter je je bilspieren gaat gebruiken. Wij nemen 10 stappen heen en 10 stappen terug. En herhalen dit dan 3 keer. Je kunt er ook voor kiezen om het gewoon 1 keer te doen als soort van opwarming. Ik vind het zelf echt een heerlijke oefening omdat je tenminste ergens naartoe loopt. Hierbij weer een variant van lunge waarbij je je bilspier nog meer gebruikt. Door aan het einde van de lunge met je achterste been een schop naar achter te geven. Hou hem gestrekt. Lijkt het jou nou ook super om wat sterker te worden? Dan kan ik je aanraden om bij elke training 1 keer jezelf proberen op te trekken. Dit is nog heel erg moeilijk in het begin, maar je kunt er dan ook voor kiezen om een stepje te pakken, jezelf op te trekken door een sprongetje te maken en je dan langzaam naar beneden laten gaan. De kettlebell swing is super goed voor je billen en ook heel erg explosief, dus goed voor je verbranding. Je brengt de kettlebell omhoog en als de kettlebell boven is, dan duw je je heupen goed naar voren en span je je billen heel hard aan. Let erop dat je rug recht is, anders kun je last krijgen van je rug. Begin met een wat lichtere kettlebell, later kun je uitbouwen naar een wat zwaardere. Oké, vergeet squatten. Dit is echt de beste oefening voor de billen. En als je hem goed doet, zul je dat gaan voelen ook. De glute bridge die doe je op een bankje op je rug. Je neemt de stang op je. Dit kan een beetje oncomfortabel zijn in het begin. Dus wel handig als je even iemand hebt die je helpt. Of er zelf gewoon onder kruipen en hup, de stang omhoog. Probeer je rug recht te houden. En goed de spanning op de billen te houden. Als het goed is, voel je je billen dan echt branden. Dit herhaal je ongeveer 10 keer. Na deze 10 herhalingen probeer je hem nog even 10 seconden helemaal vast te houden. Met goede spanning in de billen. Stap tussen de setjes door ook even eruit, zodat je bloed weer kan terugstromen. We gaan de Romanian deadlift doen. Bij de Romanian deadlift zet je je voeten ongeveer op schouderbreedte. Je laat de stang naar beneden komen en je trekt hem weer omhoog. Dit doe je met de kracht vanuit je benen en je spant vooral je hamstrings en je billen aan. Deze oefening doen we 3 keer 10 herhalingen. Daag jezelf uit in het gewicht. Bij deze lunge met wat gewicht op de stang zet je een hele grote stap naar voren. Doordat hij groter is, ga ik meer mijn bilspieren aanspannen en gebruiken en trainen. Je doet er 10 aan de ene kant, dan stap je terug en dan weer 10 aan de andere kant. Als je het nog eng vindt om het helemaal los te doen en je de gewichten misschien niet uit jezelf op je nek krijgt, dan kun je er ook voor kiezen om deze oefening uit te voeren in de Smith machine. Daar zit de stang in vast en kun je hem vastklikken als je klaar bent of begint. Of je kiest natuurlijk gewoon voor een wat lichter gewicht en je probeert het uit te bouwen als je wat verder bent gekomen. Oké, we gaan opstappen. Bijna in elke sportschool heb je wel van dit soort boksen of dingen waar je op kunt stappen. En iets om in je nek te leggen voor gewicht. Als je dit voor het eerst doet, kun je hem ook prima zonder gewicht doen. Maar ik daag mezelf graag uit en natuurlijk train je de billen ook beter als je er wat gewicht aan toevoegt. Oké, we gaan opstappen. Eerst aan de ene kant, aan de zijkant, 10 keer opstappen.
Dan gaan we naar achteren en dan stappen we aan beide kanten 5 keer op. En dan weer aan de andere kant 10 keer. Zo heb je dus eigenlijk 3 keer 3 rondes achter elkaar meteen in 1 oefening verwerkt. Maar wel even doorbijten. Zul je ook echt je billen goed gaan voelen. Je duwt met je voet het gewicht naar achter. Kies in het begin voor een licht gewicht, zodat je gewoon goed even kunt uittesten wat bij jou past. We gaan hier een squat maken met een dumbbell. De dumbbell die zou ongeveer tussen de 8 en de 12 kilo moeten zijn. Je houdt hem onderhands vast. En als je naar beneden gaat, dan tik je met je elleboog je knie aan. Daardoor weet je zeker dat je je billen meer zult trainen, omdat je dan dieper in de squat gaat. Door het gewicht van je armen train je ook nog eens je bovenlichaam mee, waarbij je core, je rug en je buik allemaal aangesproken worden. Een hele goede oefening dus. De abductor is echt mijn favoriete biloefening. Ik ga altijd wat naar voren zitten, waardoor ik mijn billen veel meer voel. Je kunt hem daardoor ook zwaarder uitvoeren. Als het echt niet gaat, kun je aan de voorkant een beetje vasthouden. Sommigen zijn zelfs zo gek dat ze zich omdraaien om nog betere biloefening eruit te krijgen. Ik zou dit ook graag doen, maar ik durf het eigenlijk alleen als er vriendinnen bij zijn. Anders voel ik me een beetje ongemakkelijk. Bedankt voor het kijken. Dit was de Billy Workout. Ja! En nog, we moeten nog 3 keer. Ja. Eitje, appeltje. Ja! 2 3